Arman, je bent laat. Je hebt de 1.13 met hoefdraad. Waar heb je dat jack vandaan? Hoezo? Mag ik dat niet dragen of zo? Ik vraag jou, waar heb je dat jack vandaan? Wat heeft het gekost? Wou je het kopen? Nee, maar misschien kan je me uit de brand helpen. Mijn zoon is jarig vandaag. Bob Junior? Ja. Ik weet bij God niet wat ik hem moet geven. Gefeliciteerd. Dank je. Hij is 18 geworden. Nou, dan zal hij wel een rijbewijs willen in een sportwagen. Ja, zie je me vooraan. Een rijbewijs vind ik nog wel daar naartoe. Maar een sportwagen, nou, daar lijkt hij me net iets te groen voor. Ook al had ik het geld. Nee, maar wat kost zo'n jack nou? Deze kost 180. In een dumpzaak. Oh. Maar ze kunnen wel duurder zijn geworden. Als ze ze nog hebben. Kijk even voor me als jullie toch aan het toeren zijn. Jouw maat. Misschien een maatje kleiner. Wil je dat doen? Tuurlijk. Oh, en belazen me niet. Maar adjudant, waar ziet u me vooraan? Voor een handige bliksem. Hey, tot vanavond, heertjes. Goeiedag. Is meneer Ching Ting in de buurt? Achterin. Pa, Leila. Ach, agent. Hierheen. Komt u maar. Meneer Ching Ting? Dat is juist, agent. Komt u maar hier. U heeft het bureau gebeld in verband met een winkeldiefstal. Dat is juist. Mijn dochter zag deze mevrouw een fles nemen. Nee, niks hoor. Daar is helemaal niks van waar. Ze nam een fles ginseng. Dat heb ik niet gedaan. Het is gewoon niet waar. Ze wou niet afrekenen. Ik heb helemaal niks genomen, meneer. En toch beschuldigt deze man mij. Ik ben geen dief. Wat is dit eigenlijk? Een ginseng duur spul? Ik ben een eerlijk mens. En ik heb helemaal niks genomen. Wat denkt u wel van mij? Nou goed, mevrouw, wat is uw naam? Ik ben Mavis. Mevrouw Mavis. En ik ben onschuldig totdat mijn schuld bewezen is. Hij maakt een vergissing. Maar uw dochter die zag deze mevrouw die wortelfles in de tas stoppen. Dat is die tas. Nee, dat is niet waar. Nou goed, ik ga wel even met die dochter praten. Dit is de 10-13 met 1-2. Zeg het maar, Marius. Een overval in de Chintin. Kun je ook een ambulance sturen? Dat ruikt naar die bende van jou, Guus. Hoefdraad had het over een opgevoerde motor. Het zou kunnen, ja. Hetzelfde stel als van die twee postkantoren? Het lijkt er wel op. Hetzelfde MO. Twee met geschut naar binnen en een chauffeur startklaar bij de deur. Had jij niet een tip gegeven met informatie over die club? Oh? Ja, is vaag hoor. Nou, zou je die dan niet eens onder druk zetten? Wat? Nu meteen? Hoezo? Markeert er iets aan meteen? Ik wil dat stel van de straat af hebben voordat er doden vallen. Guus, ga jij met Mark naar die toko? Misschien dat we nog wat vinden voordat ze aan de schoonmaak beginnen. Mark, doe jij een beetje voorzichtig met het nieuwe pak van je? Agent! Agent, alsjeblieft, u moet me helpen. Mijn vriend is in moeilijkheden. Wat? Waar dan? Gauw alsjeblieft, anders is het te laat. Ik moet hem tegenhouden, ik denk dat hij dit keer echt meent. Rustig, rustig, meneer. Waar is uw vriend en wat zijn de moeilijkheden? Hij wilde er een eind aan maken. Hij heeft zich opgesloten in de wc en wilde niet meer uitkomen. Maar waar dan? In de club in Homoniem. Dat is een homoclub. Ja, die zijn er ook. Ja.
Ik heb toch gezegd dat je moest oprotten? Ja, maar Tim Don is daar en wij zorgen wel voor Don. Hij is ziek, Tim. Hij heeft mij nodig. Pardon, meneer. Kunt u even open doen? Ik denk niet dat iemand hierom de politie heeft gevraagd. Bent u de eigenaar van deze club? Jazeker, dit is mijn club en ik heb er een vergunning voor. En mijn naam is Tim Malek. Deze meneer denkt dat zijn vriend problemen heeft. Ach, ik zou mij niet te veel op Wimmetje letten, agent. Hij is een beetje over zijn toeren. U weet wel hoe die mensen zijn. Nee, meneer, dat weet ik niet. En als u even opzij gaat, dan kunnen mijn collega en ik zelf even kijken. Dat is nergens voor nodig. Het is een misverstandje, u weet wel. Het gewone gekibbel onder de duifjes. Mooi. Ted, roep jij het bureau even op en vraag om versterking op dit adres. En zeg dat meneer Tim... Hoe was uw naam ook alweer? Malek. Juist. Dat meneer Tim Malek twee agenten belemmert hun functie uit te oefenen. En zich mag verantwoorden wegens obstructie. Oké, agent, dat is ook weer niet nodig. Komt u binnen. Niet bepaald jouw scene. Zo, wat doe je? Laat mij zitten. Is het daar? Ga je gang. Hey Don, alsjeblieft. Doe de deur open. Hé, hey joh, doe het dan voor mij. Ja. Maak dan ook de Tom. Komt u even naar buiten, meneer? Omdat ik u arresteer wegens overtreding van de wapenwet. Nou? Je vraagt te veel, man. Als ze erachter komen, mollen ze me. Twee van onze mensen zijn beschoten, Rooie. En ik moet zeker de derde worden? Ik wil alleen maar het adres van je hebben en ben je van me af. Ik weet niet. Het was die oude flat. Ik weet niet eens of het de kerel zijn die jij zoekt. Het kunnen best anderen zijn, ja toch? Het adres. Ik heb die drie kerels daar ooit eens afgezet in mijn taxi. Twee blanke en een donkere. Maar het hoeven niet dezelfde te zijn. Hoor je wat ik zeg? De ene zat op de achterbank ergens mee te spelen. Ze hadden nogal wat op, kijk in mijn spiegel. Volgens mij was het een geweer of zo. Dat zijn linker jongens. Godverdomme, schiet op man. Het adres. Ik weet het niet precies. Het was die oude flat achter het ziekenhuis. Op de zevende verdieping. Tweede of derde flat van de hoek. Tweede of derde flat van de hoek. Nou, ze waren met z'n tweeën binnen. Eentje had een handwapen. Nou, dit hier allemaal, dat gebeurde met een soort geweer met een afgezaagde loop. Zo, zo. En wat was de buit? 800 gulden, tenminste volgens meneer Chin. Plus een nodige schade. We mogen blij zijn dat niemand geraakt is, hè? Je hebt toch niks? Nee, niks. En jij? Schammetje. Nou, een beetje ginseng zal wonderen doen. Mooi. Nou, wil jij de zaak buiten even bekijken? Ja. Het is toch een schande hoe ze bezig zijn geweest. Hoe kan een gewoon eerlijk mens onder deze omstandigheden nog zijn brood verdienen? Meneer Chin, we doen echt ons beste. Zijn waanzinnige. Wij doen echt onze beste. Mag ik er even bij? Mag ik even bij? Stond ongeveer hier? Ja. Nou, dat kan zo naar de TOH. Nou, alleen het wapen nog. Je krijgt een procesverbaal wegens het in het bezit hebben van dit verboden wapen. Het spijt me, Don. Ik wist ook niet dat het zo zou gaan. Ik dacht dat jullie wouden helpen. Hij is toch geen misdadiger? Vertel dat maar aan de mensen die met dit soort messen worden toegetakeld. Het is een overtreding van de wapenwet en wat we gaan doen... Jullie gaan helemaal niks doen! Je kan me geen moer maken, hè?
En waar is het? 7e etage, 2e flat van de hoek. Mooi. Jij gaat hem achterna. Met een beetje geluk brengt hij ons bij die twee anderen. Mark en ik volgen je in de auto. En zorg dat die tas dicht blijft. Hè. Ik zie je liever niet in uniform. Slecht voor de zaken. Nou, je had toch alles keurig bij in je register. Dan zullen we even controleren. Doe mij een lol. Jij mag mij een lol doen. Ik wil nog zo'n vliegenjack, maatje 48. Laat je mazzel mee, jongen. Dingen zijn schaars. Ik kan er op een dag wel 10 kwijt. Ken je adjudant Voska? Nee. Hij wil een jack voor zijn zoon. En het is een man die in dit soort winkels meteen door de registers en de inventarissen gaat. Ik kan er vanmiddag misschien eentje voor je krijgen. Maar dan moet ik toch even bellen. Met de furie van de vliegbasis. Het gaat je wel wat kosten. Ik dacht eerder dat ik korting zou krijgen voor de tweede die ik koop. Ik zal zien wat ik voor je kan regelen. Kom maar terug. Om 1:00 of 4:00. Zou ik zeker. Om te helpen. Niet om mijn vriend te arresteren. Het resultaat is toch hetzelfde? Of niet soms? Hoezo? Nou, we hebben hem toch tegengehouden? Ja, zo weet ik ook nog wel een paar. Nou, hij krijgt een procesverbaal. En we houden hem eventjes hier om af te koelen. En dan kan hij een beetje nadenken misschien. En dan moeten jullie je problemen zelf maar proberen op te lossen. Ja. Ja, wat kunnen wij nou nog meer doen? Goed zo. Dank u. Als jullie eindelijk daarmee klaar zijn, wil ik dat je de straat weer opgaat. Neem de 1:14 maar. En waar blijft mijn jack? Hij heeft ze niet meer, maar hij gaat bellen. Dus misschien heeft hij ze vanmiddag. Het kan alleen iets meer gaan kosten. Iets meer? Hoezo meer? 2,50 of zo. Maar ja, junior die wordt maar 1 keer 18. Nou, dan ben ik maar 1 keer krankzinnig. Wie gaat die bellen? Ik denk de fourier van de vliegbasis. Hij maakt een geintje.
Bals komt u zo meteen met de verdachte van die toko-overval. Wie heeft de daders het beste gezien? Ik. Allebei. Van heel dichtbij. Ik herken ze vast en zeker. En de chauffeur? Nee. Toen ik buiten kwam, ging die auto net de hoek om. Goed. Dan wil ik Haarman in huis houden om naar die figuur te kijken. Moet dat echt? Hoezo? Heb jij hem nodig? Ja. Ik haal het Jek later wel, adjudant. Ah, privézaken. Mijn eigen zaken. Ja, precies. Dat zeg ik. Goed werk, Haarman. Dank u wel, meneer. Meijer, jij gaat met Marius mee. Yes, sir. Rustig aan, een beetje klerenleier. Zijn jullie ziek of zo? Wat heb jij nou met dat beeldschone pak gedaan? Sorry, Witte Hoogman. Vandaag gaat agent Hoefdraad zelf achter het stuur. Laat jij Brands maar even. Ja. Kom naar binnen en even rustig wachten. Doe ik met je tas? Ja, maar hier. De douche is tweede deur links. Dankjewel. Kunnen we even gaan zitten? Maak me los. Verdomme, ik heb geen leven meer in mijn armen. Kunnen we even gaan zitten? En rustig. Ik eis een advocaat. Ik ken mijn rechten, dit is politieterreur. Herken je deze figuur? Jazeker, meneer. Ik heb deze man het laatst gezien toen hij samen met een medeplichtige een gewapende overval pleegde op de Chintin Toko. Fijn, dankjewel, Haarman. En wat heb jij daarop te zeggen? Dat je dood kan vallen. Ander keertje misschien? Geef me die tas eens. Nou, eens kijken wat we in de trucendoos vinden. Wat was je van plan? Amsterdam uitroeien. Die maat van hem heeft dat uit het water gevist. Is niet van mij. Ik heb die tas nog nooit eerder gezien. Wat je wil? Het is jouw dag. Al deze spullen die gaan naar het laboratorium. Daar vinden we vingerafdrukken. En er zit er vast wel een van jou bij. Dan vraag ik een machtiging tot huiszoeking. En dan ga ik met een hele fijne stofkam door dat adresje van je. En dan mag jij hopen dat wij niks vinden wat jou in verband brengt met die aanslag op die beide agenten. Want als dat wel zo is, dan krijg jij de hele wet ongenadig over je heen. En dan blijft er nauwelijks nog een vetvlek van je over. Hebben we dat? Laat Peter ze maar opsluiten. En wat mij betreft mag hij de sleutel vergeten. Hola. Wat nou? Die Malibu, die moeten we hebben. Zijn die luid met je tint ook? Zeg dat we ze volgen. Tarzan, dit is 10-14. Dringend. Zeg het maar, 1-14. Twee verdachten van overval op Toko in donkerblauwe Malibu. Richting tunnel, we volgen ze. Over. Begrepen, 1-14. Ik snij hem af.
Neri, we hebben 3 wagens die de oostkant afgrendelen. En de wagens van de andere bureaus die leunen aan. Hebben ze nog in zicht? Ja, we hebben ze in zicht. En veel verder zullen ze wel niet meer komen. Stuur de bus maar, dan kun je ze meenemen. Maar die moeten rammen! Volgende keer beter. Kan ik u ergens mee helpen, agent? Nee, dankjewel. Ik geloof dat we het wel redden. Okay. Tom, heb jij Armand gezien? Kijk maar op het rooster. Hij zou zo'n vliegenjack voor me kopen voor Bobby. Over een half uur zit het huis klaar. Met de verjaardagstaart kom ik aanzetten met lege handen. Ik draai hem zijn nek om. Leven het vaderschap. Waar blijf je nou? Sorry, adjudant, het is niet gelukt. Niet gelukt? Hoezo niet gelukt? Ja, had ze niet meer. Ik kom er net vandaan. Jezus, daar ben ik jarig mee. Als je nog eens wat weet. Ik had erop gerekend, weet je dat? Ze zitten thuis te wachten. Adjudant? Huh? Als u echt zo omhoog zit, dan kunt u deze wel van me overnemen. En jij dan? Ik koop wel weer een nieuwe, ik krijg ze wel weer. Hoeveel? 300. Ah. Zo'n ding kost nog geen... Ik ben eraan gehecht. Jij is eraan gehecht. Jongen. Je zou je oude grootmoeder nog verkopen als je er een goede prijs voor kreeg. Ik kan hem mooi voor je inpakken. Ja. En jij dan morgen voor half geld een nieuwe kopen. Hier is 50. Plus die 250 die je al had. Ik zal dat niet gaan vergeten. Nee, dat hoop ik. Het kost me een boel pijn en moeite. En gelukkig nieuwjaar alvast. En waar is het? 7e etage, 2e flat van de hoek. Mooi. Dat moet hem zijn. Nou, jij gaat hem achterna. Met een beetje geluk brengt hij ons bij die twee anderen. Mark en ik volgen je in de auto. En zorg dat die tas dicht blijft. Hè. Ik zie je liever niet in uniform. Slecht voor de zaken. Nou, je had toch alles keurig bij in je register. Dan zullen we even controleren. Doe mij een lol. Jij mag mij een lol doen. Ik wil nog zo'n vliegenjack, maatje 48. Laat je mazzel mee, jongen. Die dingen zijn schaars. Ik kan er op een dag wel 10 kwijt.
Ken je Adjudant Voska? Nee. Hij wil een jack voor zijn zoon. En het is een man die in dit soort winkels meteen door de registers en de inventaris gaat. Ik kan er vanmiddag misschien eentje voor je krijgen. Maar dan moet ik toch even bellen. Met de fourier van de vliegbasis. Het gaat je wel wat kosten. Ik dacht eerder dat ik korting zou krijgen voor de tweede die ik koop. Ik zal zien wat ik voor je kan regelen. Kom maar terug. Om 1:00 of 4:00. Zou ik zeker. Dit is de 10-13 met 1-2. Zeg het maar, Marius. Een overval in de Chintin. Dan kun je ook een ambulance sturen. Dat ruikt naar die bende van jou, Guus. Hoefdraad had het over een opgevoerde motor. Het zou kunnen, ja. Hetzelfde stel is van die twee postkantoren? Dat lijkt er wel op. Hetzelfde MO. Twee met geschut naar binnen en een chauffeur startklaar bij de deur. Had jij niet een tip gegeven met informatie over die club? Oh? Ja, is vaag hoor. Nou, zou je die dan niet eens onder druk zetten? Wat? Nu meteen? Hoezo? Markeert er iets aan meteen? Ik wil dat stel van de straat af hebben voordat er doden vallen. Guus, ga jij met Mark naar die toko? Misschien dat we nog wat vinden voordat ze aan de schoonmaak beginnen. Mark, doe jij een beetje voorzichtig met het nieuwe pak van je? Agent! Agent, alstublieft, u moet me helpen. Mijn vriend is in moeilijkheden. Wat? Waar dan? Gauw, alstublieft, anders is het te laat. Ik moet hem tegenhouden, ik denk dat hij dit keer echt meent. Rustig, rustig, meneer. Waar is uw vriend en wat zijn de moeilijkheden? Hij wilde er een eind aan maken. Hij heeft zich opgesloten in de wc en wilde niet meer uitkomen. Maar waar dan? In de club, in Homoniem. Dat is een homoclub. Ja, die zijn er ook. Ik heb toch gezegd dat je moest oprotten? Ja, maar Tim Don is daar en ik... Wij zorgen wel voor Don. Hij is ziek, Tim. Hij heeft mij nodig. Pardon, meneer. Kunt u even open doen? Ik denk niet dat iemand hierom de politie heeft gevraagd. Bent u de eigenaar van deze club? Jazeker, dit is mijn club en ik heb er een vergunning voor. En mijn naam is Tim Malek. Deze meneer denkt dat zijn vriend problemen heeft. Ach, ik zou mij niet te veel op Wimmetje letten, agent. Hij is een beetje over zijn toeren. U weet wel hoe die mensen zijn. Nee, meneer, dat weet ik niet. En als u even opzij gaat, dan kunnen mijn collega en ik zelf even kijken. Dat is nergens voor nodig. Het is een misverstandje, u weet wel. Het gewone gekibbel onder de duifjes. Mooi. Ted, roep jij het bureau even op en vraag om versterking op dit adres. En zeg dat meneer Tim... Hoe was uw naam ook alweer? Malek. Juist. Dat meneer Tim Malek twee agenten belemmert hun functie uit te oefenen. En zich mag verantwoorden wegens obstructie. Oké, agent, dat is ook weer niet nodig. Komt u binnen. Niet bepaald jouw scene. Zo, wat doe je? Laat mij zitten. Is het daar? Ga je gang. Op de 7e verdieping. Tweede of derde flat van de hoek. Tweede of derde flat van de hoek. Nou, ze waren met z'n tweeën binnen. Eén had een handwapen. Nou, dit hier allemaal, dat gebeurde met een soort geweer met een afgezaagde loop. Zo. Wat was de buit? 800 gulden, tenminste volgens meneer Chin. Plus een nodige schade. Nou, we mogen blij zijn dat niemand geraakt is, hè? Nou, je hebt toch niks? Nee, niks. En jij? Schammetje. Nou, een beetje ginseng zal wonderen doen. Mooi. Nou, wil jij de zaak buiten even bekijken? Ja. Het is toch een schande hoe ze bezig zijn geweest. Hoe kan een gewoon eerlijk mens onder deze omstandigheden nog zijn brood verdienen? Chin, we doen echt ons beste. Zijn waanzinnige. Wij doen echt onze beste te vinden. Mag ik er even bij? Mag ik er... stond ongeveer hier? Ja.
Nou, dat kan zo naar de TOH. Nou, alleen het wapen nog. Je krijgt een procesverbaal wegens het in het bezit hebben van dit verboden wapen. Het spijt me, Dom. Ik wist ook niet dat het zo zou gaan. Ik dacht dat jullie wouden helpen. Hij is toch geen misdadiger? Vertel dat maar aan de mensen die met dit soort messen worden toegetakeld. Het is een overtreding van de wapenwet en wat we gaan doen... Jullie gaan helemaal niks doen! Je kan me geen moer maken, hè? En waar is het? 7e etage, 2e flat van de hoek. Mooi. Dat moet hem zijn. Nou, jij gaat hem achterna. Met een beetje geluk brengt hij ons bij die twee anderen. Mark en ik volgen je in de auto. En zorg dat die tas dicht blijft. Hè. Herken je deze figuur? Jazeker, meneer. Ik heb deze man het laatst gezien toen hij samen met een medeplichtige... een gewapende overval pleegde op de Chintin Toko. Fijn, dankjewel, Harman. En wat heb jij daarop te zeggen? Dat je dood kan vallen. Ander keertje misschien? Geef me die tas eens. Nou, eens kijken wat we in de trucendoos vinden. Wat was je van plan? Amsterdam uitroeien. Die maat van hem heeft dat uit het water gevist. Is niet van mij. Ik heb die tas nog nooit eerder gezien. Wat je wil? Het is jouw dag. Al deze spullen die gaan naar het laboratorium. Daar vinden we vingerafdrukken. En er zit er vast wel een van jou bij. Dan vraag ik een machtiging tot huiszoeking. En dan ga ik met een hele fijne stofkam... door dat adresje van je. En dan mag jij hopen dat wij niks vinden wat jou in verband brengt met die aanslag op die beide agenten. Want als dat wel zo is, dan krijg jij de hele wet ongenadig over je heen. En dan blijft er nauwelijks nog een vetvlek van je over. Hebben we dat? Laat Peter ze maar opsluiten. En wat mij betreft mag hij de sleutel vergeten. Hola. Wat nou? Die Malibu, die moeten we hebben. Zeg, die luidt met Chintin Toko. Zeg dat we ze volgen. Tarzan, dit is 10-14. Dringend. Zeg het maar, 1-14. In donkerblauwe Malibu, richting tunnel. We volgen ze. Over. Begrepen, 1-14. Snijden af.
Herken je deze figuur? Jazeker, meneer. Ik heb deze man het laatst gezien toen hij samen met een medeplichtige een gewapende overval pleegde op de Chintin Toko. Fijn, dankjewel, Harman. En wat heb jij daarop te zeggen? Dat je dood kan vallen. Ander keertje misschien? Geef me die tas eens. Nou, eens kijken wat we in de trucendoos vinden. Wat was je van plan? Amsterdam uitroeien. Die maat van hem heeft dat uit het water gevist. Is niet van mij. Ik heb die tas nog nooit eerder gezien. Wat je wil? Het is jouw dag. Al deze spullen die gaan naar het laboratorium. Daar vinden we vingerafdrukken. En er zit er vast wel een van jou bij. Dan vraag ik een machtiging tot huiszoeking. En dan ga ik met een hele fijne stofkam door dat adresje van je. En dan mag jij hopen dat wij niks vinden wat jou in verband brengt met die aanslag op die beide agenten. Want als dat wel zo is, dan krijg jij de hele wet ongenadig over je heen. En dan blijft er nauwelijks nog een vetvlek van je over. Hebben we dat? Laat Peter ze maar opsluiten. En wat mij betreft mag hij de sleutel vergeten. Hola. Wat nou? Die Malibu, die moeten we hebben. Zeg, die luidt met je dit ook. Zeg dat we ze volgen. Tarzan, dit is 10-14. Dringend. Zeg het maar, 1-14. Twee verdachten van overval op Toko in donkerblauwe Malibu. Richting tunnel, we volgen ze. Over. Begrepen, 1-14. Dat moet hem zijn. Nou, jij gaat hem achterna. Met een beetje geluk brengt hij ons bij die twee anderen. Mark en ik volgen je in de auto. En zorg dat die tas dicht blijft. Hè. Ik zie je liever niet in uniform. Slecht voor de zaken. Nou, je had toch alles keurig bij in je register. Dan zullen we even controleren. Doe mij een lol. Jij mag mij een lol doen. Ik wil nog zo'n vliegenjek, maatje 48. Laat je mazzel mee, jongen. Dingen zijn schaars. Ik kan er op een dag wel 10 kwijt. Ken je adjudant Voska? Nee. Hij wil een jek voor zijn zoon. En het is een man die in dit soort winkels meteen door de registers en de inventaris gaat. Ik kan er vanmiddag misschien eentje voor je krijgen. Maar dan moet ik toch even bellen. Met de fourier van de vliegbasis. Het gaat je wel wat kosten. Ik dacht eerder dat ik korting zou krijgen voor de tweede die ik koop. Ik zal zien wat ik voor je kan regelen. Kom maar terug. Om 1:04. Zal ik zeker.